Ik zat net zo te twijfelen en ik heb net met Sanne gezellig lopen bellen en Tabat natuurlijk ook zitten kijken. Zoals jullie weten, vanaf nu, als jullie nu kijken deze vlog, is de avondklok ingegaan al een tijdje. En dat... Super tof dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sanne Pas, zoals iedereen weet. Ik ben lekker net aangekleed, net lekker wakker. Nu gaan we klaarmaken om koffie te zetten. Maar ik lag al lekker heerlijk in bed. En ik hoorde al een paar keer wakker. En ik hoorde gewoon zoveel wind. En ik denk dat het gewoon ongelooflijk slecht weer is ook, denk ik. Want als er veel wind is, neem ik aan dat het ook veel wind is. Dus vandaar. En ik zag dat ik een melding krijg. Maar we gaan even gordijn open gooien. Kijken hoe heftig de wind is eigenlijk in principe. Dit hoort heftig uit, maar misschien is het minder heftig wat het lijkt. Nou, best wel heftig windje buiten zo te zien. Maar lekker koffie zetten. Ik wil je net eten gegeven. En gaan we klaarmaken om dadelijk lekker richting werk te gaan. Lekker radio eens gedaan. En natuurlijk, zoals jullie weten, het is vandaag aanstaande zaterdag, gaat al avondklok in. Ik ben benieuwd hoe het allemaal gaat gebeuren, hoe het eruit gaat zien. Ik ben benieuwd. Zo, ik heb lekker een lunchje gemaakt en dat is yoghurt met fruit, rood fruit. En ik ga er lekker van genieten met een lekker filmpje te kijken erbij. En dan ga ik klaarmaken ook nog voor het werk. Want ik zit... Stegeman te kijken, dat is een ongelooflijk leuke serie. Ik wist niet dat het begonnen was, maar ik zou het echt interessant vinden om naar te kijken. Ik ga nu ook verder kijken. Lekker met de rook fruit, met de yoghurt erbij. Zo, daar is het werk en zo heftig. Ik weet dat zelfs dat als ik het gebruik. Ik ben al richting werk en lekker die yoghurt aan het eten. Ik zit lekker in mijn bike en nu lekker richting mijn werk. Even lekker werken. Oh, wat gaat de tijd hard. Ik zit er al bijna al 10 jaar daar zo waar ik nu ben. Waar ik werk. 10 jaar en ik begon mijn stage. Zo bizar raar gevoel eigenlijk om mee te merken dat je zo lang zit. Want je ziet zoveel mensen weggaan, zoveel mensen komen. Zo apart, maar ja. Wat ik nu ga doen is lekker weer het werk. Ga ik lekker werken. Dus laten we gaan. Let's go. Werk. Ik zat net lekker naar Tabat te kijken. Wat is het eigenlijk allemaal gerommel bij Tabat. Maar oké, dat is mijn mening. En ik, want heel veel van mijn verschil, heel veel debatten is er niet trouwens mee eens over de avondklok. Ik bedoel, heel veel partijen waren het niet mee eens. Maar toen denk ik van, hoe kan het dat het toch is gekomen? De rest moet gebanketeerd worden, neem ik aan. En dan pas beslissen. Waarom is het nu alvast aangekondigd? En nu, ja, ik weet niet. Ik zit een beetje door de war. Misschien kunnen jullie uitleggen hoe dat dan nou helemaal zit. Ik vind het daar een beetje door de war eigenlijk. Maar ja, dus dat heb ik gesproken. Ik ga dadelijk eens 1 uur is weer verder nog een stukje. Maar dat wil ik ook weer te kijken. Is oude stukjes van Feyenoord toen ze kampioen waren. Wat is het raar om te zien. Die sfeer, wat mis ik dat om op tv te zien. Het is gewoon niet om aan te zien eigenlijk nu op tv als ik nu nadenk. Maar ja, en het heerlijke zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Ik zeg dagen voor wat je komt. Om aan gauw? Ja, ik ben hier. Maar ja, Wie is dan? Ik ga nu even lekker dadelijk het debat weer verder kijken. Eerst even nog Feyenoord sfeer, even nog lekker proeven. En daarna debat. Ik zat net zo te twijfelen en ik heb net met Sanne lekker gezellig lopen bellen en debat natuurlijk ook zitten kijken. Zoals jullie weten, vanaf nu, als jullie nu kijken deze vlog, is de avondklok ingegaan al een tijdje. En dat is om 9 uur de avondklok. En ik zat debat te kijken natuurlijk en ik dacht, oh, waar gaat het allemaal over? En ja, ik vond het apart, heel raar verhaal allemaal, hoe dat allemaal zat.
Maar ik vind het een beetje allemaal een beetje verwarrend en onduidelijkheid. Het gaat echt heel af en toe. Nou, dat is mijn mensen, dat is mijn mening wat ik ervan vind. En ik zie hier te bericht komen. Dus ja, en ik ben benieuwd wat jullie vinden dat het nu avondklok is eigenlijk. En ik ben even een paar dingen van mijn moeder even apart leggen. Want er zijn sommige dingen van mijn moeder. Die gaan naar mijn moeder toe. Dus, en ik ga nu even lekker pannenkoek eten. Want ik zat te denken, shit, ik ben vergeten om eten mee te nemen. En ik zat heel lang met Sanne aan het bellen. Maar ik zat er zo ook in gefocust met bellen en... Ik zat gefocust met debat die ik wou volgen. Dus, maar oké. Dus dat ga ik nu lekker pannenkoek klaarmaken. En ik zat even gelijk te kijken, heb ik wel alles? En ik heb gelukkig alles. En ik ga even mijn camera neerzetten. Want ik wil even iets pakken namelijk. En dat is een bord. Zo. De radio wordt zachter. Zo. Hopsakee. En dan ga ik lekker eten. Lekker pannenkoek. Ik word natuurlijk niet weer zo fout maken, want er ligt iets op de magnetron. Ik moet niet weer zo fout maken dat ik weer dat vergeet af te halen. Maar ik ga nu lekker pannenkoek even lekker in de magnetron doen. Hoppakee. Even een minuutje. Deurtje dicht. En een minuutje in. Wachten en lekker eten. En de pannenkoek is alweer klaar. Zo snel gaat de minuutje eigenlijk. Oh, nou, wat heb ik hier wel trek in. Ik kan wel smullen. Oh, dan ga ik lekker van eten. Ik ga even een stekje bij pakken. Zo. En dan ga ik lekker eten ervan. Meestal doe ik trouwens ook nog kruiden op. Maar dat heb ik deze keer niet gedaan. Ik dacht, nou ja, doe ze even een keer zonder kruiden. En dan ga ik nu lekker YouTube kijken. En dat is naar Enzo Knal. Laten we dat even lekker doen. En lekker eten. Oh, ik zit net lekker een ijsje te drinken. Maar dat is het prik in. En ik zit een video te editen. Maar ik ben niet echt zo van prikdrinker. Echt. Ik denk dat ik maar weg wil. Zit ik al de hele tijd al te drinken. Ik ben niet zo van prik. Ik dacht dat ik een drink had gehaald die zonder prik was. Blijkbaar niet. Maar oké. Dat is wel jammer. Maar ja, het kan gebeuren. En ik ga een beetje weer opruimen hier en daar. En ik zat in de tussentijd te denken, zou ik even een mandarijntje nemen. Maar ga ik denk ik lekker vanochtend. Nee, vanmorgen moet ik ook weer Sanne weer wakker bellen. En dan ga ik lekker koffie drinken. Wat ik ook heb gedaan, is even lekker was gedaan. Dus moest ook even gebeuren. En nu ga ik lekker klaarmaken om lekker richting bed te gaan. Ik hoop jullie in ieder geval, wat ik hier ook gelijk wil bijzeggen, is dat jullie vlog wil afsluiten, want ik ben er een beetje in te kakken. Ik ga lekker de nestje dingen op de computer doen en ga ik lekker mijn nestje in. Nogmaals, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Dat zou zijn als je je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers en gewoon heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij later. Ik heb heerlijk gegeten en dat is lekkere bami. Maar, en ik heb misschien wel heel vaak gezegd erover, wat ik altijd doe, hoe heb ik gegeten?